Op zeker 10.000 vierkante meter verzorgde Scharrelberg een kleine 50 dieren. En met de nieuwe regels voor huisdieren lijkt het einde nu in zicht voor 3 walibi's en 6 damherten. Ze hebben het over, je mag wel kamelen hier gaan houden, maar geen damhertjes of geen hertjes meer laten lopen. Ja, dat verhaal, ik snap het niet. 6 vrijwilligers zorgen met hart en ziel voor de dieren. Maar het onbegrip is groot dat het park op termijn zowel de herten als ook de walibi's kwijtraakt. Je kunt nou zien dat die bruine, dat die buidel die hangt er een beetje onder. Dus kun je zien, zit een jonkie in. Soms zie je de buidel ook al een beetje bewegen. Eerst komt hij over een maand, zeg maar, misschien eerst met kopje naar buiten. Steekt hij af en toe een kopje naar buiten. En dan, nadat hij de eerste keer kopje naar buiten steekt, dan is het nog 2 maanden ongeveer voordat hij er helemaal uitkomt, zo ongeveer. Kom eens. Hey, kom eens. Kom eens. Kijk, dat als er natuurlijk 4, 5 of 6 hertjes op een te kleine ruimte zouden lopen en ze worden niet verzorgd of ze krijgen geen eten of hoe of wat, dan zeg ik van ja, dan snap ik het verhaal. Maar als ik zie hoe de entourage hier is en de ruimte en het eten en de mensen, dan denk ik ja, dan snap ik het verhaal niet dat ze daar niet mee verder willen. Kom maar. Nou, dat is toch geweldig? He? Fotogeniek, hè? Ja. Ja, jongen. Zo kom je op tv, hè? Ja. Ja. Maar het is, ja... Het is gewoon geweldig. Hè? Ja, jongen. Je wordt er ook vrolijk van, hè? Hier doe je het voor. En nou ja, net als ik zeg, hier worden wij vrolijk van. Ja. Nou maakt iedereen zich vooral druk om de herten, maar de 3 walibi's in de Scharrelberg, die verdwijnen ook. Het zou toch wel heel jammer zijn, want het is toch een bijzonder dier en past ook goed in ons park. Ik begrijp, ze mogen nog wel blijven, zolang ze leven. Maar goed, de laatste jaren zijn het ook, hebben we alleen maar oude dieren en geen verjonging meer. Dat, is, dat maakt het juist leuk, dat je regelmatig wat jonge diertjes hebt. Als er geen jonge dieren meer zijn, dan is dat minder aantrekkelijk voor de kinderen ook, om hier te komen. Kijk, deze dieren zijn ook voor de mensen geen probleem. Want ja, je kunt ze niet pakken, niet aaien, maar ze vallen ook geen mensen aan. Het geeft geen problemen, dus waarom zou dat gestopt moeten worden? Dat is echt heel jammer voor ons als dierenpark.